Vandaag in Digital Transformation was mijn gast David Pavlovich. Hij is de Creative Officer bij Mobigity. En we hebben gepraat over de rol van design in de ontwikkeling van software, corporate software en apps. David, wat is jouw achtergrond? Ik ben opgeleid kunstenaar en filosoof. En ik kom uit voormalig Joegoslavië. En ik ben eigenlijk begonnen met het maken van kunst. Omdat ik me irriteerde aan al het betekenloze beeld om ons heen. Ben ik in de reclame beland. Software moest ik mijn uren gaan bijhouden in software. En ik had nog nooit zoiets lelijks gezien. Het was vreselijk. Het werkte niet. Het was echt, ik heb echt nog nooit zoiets lelijks gezien. Ja, corporate software is zo ongelooflijk lelijk. Moest ik het ook gebruiken. En using enterprise software sucks. Mm-hmm. Het is echt, het is gewoon fugly, zoals wij dat zeggen, weet je wel. Het is helemaal niet leuk om te gebruiken, maar ik dacht, op mijn werk ben ik plaats, ook consument. In plaats dat je dan zegt, ik wil er zo ver mogelijk vandaan komen, ben je er ingestapt? Ja, ik denk, ik kan er beter iets aan doen dan tegen aan zitten trappen. Ik denk, het is een kans voor een bedrijf. Dan ben ik een bedrijf begonnen met Dagmare, mijn toenmalige partner, met de ambitie van, we gaan gewoon die softwarewereld mooier maken, beter maken, verbeteren. Weet je, door met mensen te ontwerpen. In eerste instantie gingen we software voor mensen maken, daarna met mensen. Dan zaten artsen met ons samen te ontwerpen aan de ontwerptafel over hoe hun software eruit moest zien. Ja, je bent schilder van achtergrond eigenlijk. Dat is de basisopleiding geweest. En hoe heb je nou die kleuren, die kennis die je hebt over kleuren en inspiratie gebruikt om softwareproducten te verbeteren? Bijvoorbeeld rood is gevaar. Kleuren communiceren. Kleuren communiceren ook onbewust. Wat we bijvoorbeeld hebben gedaan is de output van ultrasoutmachines is vaak zwart-wit. Mm-hmm. Wij dachten van wat gebeurt er als we een kleurenlaag aan toevoegen? Wat gebeurt er dan? Kunnen we dan de artsen helpen sneller te zien waar dingen zijn waar ze iets aan moeten doen? Dus door kleur toe te passen. En dat was ook gewoon zo? Alles werd veel duidelijker? Dus het was niet meteen, maar het was een lang ontwerpproces. Maar uiteindelijk lukte het wel om inderdaad het op die manier te ontwerpen, dat mensen het gewoon begrijpen zonder echt daadwerkelijk hoeven na te denken. Ja. Waarom gebeurt daar zo weinig design in die enterprise-wereld? Want het is niet dat er te weinig geld omgaat. Het is niet sexy. Kijk, als jij als kunstenaar klaar bent, ga je eerst proberen, net als ik, autonoom te werken. Nou, dan kom je erachter dat je toch echt de huur moet betalen. Je moet heel dapper zijn, hè? En wil je echt committen aan kunst. Of je bent te jong, dus je hebt nog niet genoeg meegemaakt. Je voelt niet genoeg om autonoom te kunnen werken. En dan denk je, dan ga ik maar de reclame in, want dat is tof. Dan komt mijn werk op tv, filmpjes maken, toffe dingen maken, internet, vrij, digitale videofilms, weet je. Of je gaat boeken ontwerpen of posten, of je gaat theateren. Maar dankjewel dat je in die softwarewereld bent gegaan, want dat is echt gewoon heel erg nodig. Ja. Hey, en hoe ben je bij Mobigity terechtgekomen? En Mobigity heeft mijn bedrijf overgenomen. Ze zagen werk van ons, wat wij maakten in Amerika. En ze vonden dat interessant. En de wijze waarop we het maakten, vonden ze interessant. Dus ik werd gewoon gebeld. Ja. Vind je het interessant om met Mobigity mee te doen? In eerste instantie zei ik nee. Want ik strijd tegen wat hun toen maakte. Je ongelooflijk lelijk. Ja, een paar jaar geleden wel, ja. En toen dacht ik, maar dit is juist de kans. Hè? Net als destijds dat ik de reclame uitging om de software in te gaan, dacht ik van maar dit is nu een kans om gewoon echt op een grote schaal met het bedrijf wat wel het wilt, om mezelf daaraan aan te sluiten, gewoon mee te doen. Weet je? Noem eens wat voorbeelden waar je hebt meegewerkt. Wat leuke voorbeelden van waar wij ons iets bij kunnen voorstellen. Nou, bijvoorbeeld Ralph Lauren. Dat als je in een kledingwinkel stapt en je wilt een jurkje passen, maat XL, en je ziet dat het niet jouw maat is. Je wilt een andere maat, je bent alleen, kun je op een tablet een andere maat bestellen. En de medewerker krijgt in de winkel op haar Apple Watch een berichtje. Hey, eindelijk voor Apple Watch een beetje een toepassing die nuttig eindelijk is. Ja, weet je. Dus dan op die manier kan zij gewoon een jurkje voor je halen in jouw maat. Mm. Maar ook bijvoorbeeld voor Clariant, dat is wel iets complexer. Die maken additieven voor grondstoffen. Dus waar je iPhone van gehard is, dat komt van hun fabriek. Mm-hmm. En die producten verkopen, daar moet je een PhD voor hebben, onder andere. Het is zo moeilijk om dat een goede productadvies te geven. Mm-hmm. Dus we hebben een half jaar gewerkt met allemaal Duitsers en laboranten uit een Duits bedrijf, Zwitsers bedrijf, maar in Duitsland gewerkt. En een interface zo ontworpen dat jij en ik nu hun producten kunnen verkopen. Het hoeft ook helemaal niet mooi te zijn. Dus het gaat niet om iets... schoonheid. Mooi is persoonlijk. Mm. Het moet duidelijk zijn. Het moet communiceren, het moet werken zoals jij verwacht dat het werkt. En het moet altijd werken. Het moet simpel zijn. Dan krijgen we een bak met software. In alle apparaten komt eigenlijk software. 50% van productontwikkeling is software. Wat zie je voor de rol voor design in de komende tijd?
dat ze in ieder geval betekenis gaan geven aan al die software, weet je wel. En niet alleen voor design, maar voor ons allemaal. Als iedere medewerker van een bedrijf die bezig is met software zou moeten nadenken over hoe kan ik dit goed laten werken. En zou ik dit zelf gebruiken? En hoe kunnen we dit groter maken? Ja. Weet je wel, dus het is niet alleen een design de taak. We moeten het samen doen. Design maar alleen design is heeft maar dan, heel... Maar is een catalyst. Een catalyst om die mensen ook beter met elkaar de te laten werken. Uiteindelijk. De opdrachtgever moet het willen. Als die persoon, als de opdrachtgevers en de corpus niet willen, dan kan ik niks betekenen. Ik kan alleen maar inspireren en de weg laten zien met ons bedrijf, Mobiquity. Maar we doen het samen. Ik alleen ben niks. Nou, maar jij bent eigenlijk een onzijze storyteller. Tenminste, ik zie dat je overal een verhaal van maakt. Het leven is verhalen vertellen. Ja, dat wil ik dus ook dat mijn kinderen leren op school. Verhalen vertellen. Storytelling, dat is echt gewoon belangrijk. En in de corporate wereld gebeurt dat nog veel te weinig. We komen voort uit de industrialisatie. Ja, het is niet gek. Als je niet beter weet, hoe kan je dan een nieuwe keuze maken? Hoe kan je anders doen als je het niet weet? Hè? Ze hadden eerst de fabrieken. Dat was fantastisch, want je hoefde niet meer buiten in de kou te werken. En het land. En iedereen kon bijdragen. Door de fabrieken werd meer toegankelijk. Hè? Werd onze wereld welvarender. Veel welvarender, honderd keer. Die fabrieken zijn uiteindelijk getransformeerd in kantoren. Dus het is niet zo gek dat je in een kantoorachteromgeving nog niet hebt geleerd om te spelen. Als ik 's ochtends wakker word, denk ik ga een dagje buiten spelen. Ja, nou, die Roy die net naar Radio 1, die naar Silicon Valley was geweest, die vertelde over Google, was één grote speeltuin voor volwassenen. Maar je moet spelen. Door spelen leer je. Kinderen zijn onbevangen. Ja. Een van de oefeningen die wij doen bij Mobiquity is, teken je buurman. Zit in een grote zaal met stakeholders. Dan moeten ze elkaar tekenen. Elkaar natekenen. En dan zie je het. Wat denk je wat ze als eerste doen? Wat denk je? De handen over elkaar of zo? Ze die tekenen? Sorry. Ze zeggen sorry dat ik je niet goed heb nagetekend. Oh, oké, natuurlijk. Dat ga ik ook altijd zeggen. Want dat is natuurlijk een vreselijk iets. En kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig. Die zie jij kinderen nadenken over van. Nee. Als ik vraag een tekening, dan maken ze ook meteen een tekening. Ja. En er is altijd wel iets leuks aan. Ja, een oppasmeisje van mijn buurvrouw die heeft een tekening van mij gemaakt. Dat was gewoon één grote ronde bol met twee pootjes. Ja, zo ziet zij mij. Ja, dat is inderdaad. Ik kan me daarbij voorstellen dat dat gewoon helemaal. Ik was ook inderdaad weer aan. Daar is zij niet boos over. Zij komt niet naar mij zeggen van David, sorry dat ik je zo heb getekend. En dat zijn we een beetje vergeten, maar dat komt omdat we er niet mee bezig zijn geweest. Okay. Kom even luisteren naar het hele gesprek bij de uitzending van Digital Transformation. Het was echt een heel leuk verhaal met allemaal leuke praktische voorbeelden. Vind het op www.vincentevoorts.nl. Dankjewel. Graag gedaan. David. Leuk, we zien je weer terug.